Het ministerie van Arbeid heeft vandaag het Decent Work Country Program, DWCP, voor Suriname gelanceerd. Met deze launch moet Suriname inhoud geven aan de beginselen van menswaardig werk, zoals vervat in het ontwikkelingsplan 2017-2021. Het programma is ontwikkeld door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO als instrument om fatsoenlijk werk te bevorderen. Minister Suharto Mustaja lanceerde het programma in Torarica. Het was in de afgelopen decennia voor het eerst dat het ministerie van Arbeid een breed programma heeft uitgevoerd dat alle onderdirectoraten omvatte en zelfs aspecten had die andere departementen betrof. Cruciaal daarbij was de betrokkenheid van de sociale partners. Geconstateerd is dat het ministerie capaciteit moet opbouwen in het uitvoeren van brede programma's en het monitoren daarvan. Het Decent Work Country Program 2014-2016 heeft geleerd dat ons land in staat is om tripartiet te werken aan een labor agenda. Het DWCP is het tweede programma dat Suriname zal uitvoeren. De lancering van dit programma geschiedde middels het ondertekenen van het document. En tenslotte, in het nieuwe programma zien wij onder andere als programma onderdelen nu ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid, ondersteunen van ondernemerschap in het kader van decent work, productiviteitsbevordering, sociale zekerheid, kinderarbeid, ratificatie van verdragen, arbeidswetgeving, versterken van de arbeidsinspectie, instelling arbeidskamer, versterking van de bindingsraad, uitvoering van service en capaciteitsversterking en versterking van sociaal dialoog. We hebben in de afgelopen periode het belang van een decent work country program ingezien. En daarom zijn we voorstander om het nu voor te zetten. Wij appreciëren de assistentie en de samenwerking met de ILO. Maar wij waarderen ook ten zeerste de samenwerking met de sociale partners. Tot zover minister Suharto Mustaja van Arbeid vandaag bij de launch van het Decent Work Country programma voor Suriname.